Laat ze zijn nou in Assen, misschien al in Lennep. En kijk eens, al die beesten die zijn op de vlucht. Zie je dat? Er zijn heel veel mensen op straat. Is te schreeuwen, is te schreeuwen. Iedereen is zo kwaad. Rustig, Mulder, rustig. Die kwaadheid snap ik wel. Dat is een ontlading. Wat zal er gebeuren? Ik weet het niet. Het kan van alles zijn. Als de geest één keer uit de fles is... Waar ben je bang voor? Ik heb gehoord dat de landwachters zich niet zomaar willen overgeven. Die willen eerst een aantal vooraanstaande roners doodschieten. Wat? Echt waar? Wat moeten we doen? Jij moet naar de burgemeester. Je bent er vroeg bij, meester. Wat kan ik voor je doen? Er is geen tijd te verliezen. Ik maak me grote zorgen. Ik wil dat het gemeentebestuur zich onmiddellijk terugtrekt. Nou, meester. Dat lijkt me nou geen goed idee. We hebben net de Duitse nieuwsberichten nog gehoord. En we gaan winnen. We hebben een geheim wapen. De Duitsers gaan niet winnen. En dat weet u als NSB-burgemeester heel goed. Nou moet u eens even goed naar me luisteren. Ik heb dit gehoord uit zeer wel ingelichte bron. En dan weet u wel op wie ik doel. Er zijn landwachters die zich niet zomaar gaan overgeven. Die willen eerst een aantal vooraanstaande roners doodschieten. Ik roep de landwacht! Commandant! En, meestertje... Wat zijn de plannen? Luister, ten eerste, het gemeentebestuur treedt af en geeft zich over aan de binnenlandse strijdkrachten. Punt 2, een proclamatie zodat alle roners ervan weten. Punt 3, de landwachters moeten hun wapens inleveren. En punt 4, de NSB'ers melden zich vrijwillig bij de Scheepstra-school. Doe maar! En nee, ons in elkaar laten slaan door die groene roners. Nee, we zullen er alles aan doen om dat te voorkomen. Geloof me maar. En hoe dacht je dat dan te bereiken, meestertje? We stellen een commissie samen die zorgt dat alles in goede banen wordt geleid. Een commissie bestaande uit die klootzakken van gereformeerden, die honden van het verzet. Nee, meester, wij leveren onze wapens niet in. Wat denk je wel? Die zullen we hard nodig hebben om ons te verdedigen. De commissie is samengesteld uit alle lagen van de bevolking. Ja, dat weet ik nu wel, maar wie garandeert dat onze vrouwen en kinderen niks overkomt? Als jullie je wapens inleveren... Dan geven wij die garantie. Maar wij mogen onze wapens niet inleveren. Aan de politie dan? Dat mag ook niet. Laat ze dan achter in het landwachtershuis. En alsjeblieft, verstop je eerst in de bossen. Want de veiligheid van jullie vrouw en kinderen kan ik garanderen. Maar voor jullie sta ik niet in. Dat begrijp je toch? Vader, ze hebben er al heel wat opgepakt. Heb je het gehoord? Heel veel landwachters hebben zichzelf aangemeld. Nou, die werden we toch uitgescholden. En ze hebben er ook al een heleboel kaal geknipt. En weet je, heb je het gehoord? Er is ook geschoten in de Kanaalstraat toen de NSB'ers naar de melkfabriek liepen. Over hun hoofden heen. Man, wie doet er nou zoiets? Die willen hun gram halen. Maar ik heb al met ze gesproken. Mensen van het verzet, luister. Het is absoluut onwenselijk... Dat jullie nu eigen rechtertje gaan spelen. Het oppakken van NSB'ers gaat onder leiding van de commissie. Ja, dat zullen we nog wel eens zien. Het is belangrijk dat jullie begrijpen waarom. De roners moeten vertrouwen krijgen in de commissie. Vertrouwen dat er geen onregelmatigheden plaatsvinden. Er hoeft maar iets te gebeuren, dan gaat het helemaal mis. Dat jullie wraakgevoelens hebben... Dat is duidelijk. Maar wat dacht je van de inwoners van Roden? Als jullie al niet het goede voorbeeld kunnen geven. Dat jullie hebben moeilijke jaren achter de rug. Maar houd nog even vol. Ik doe een beroep op jullie moed en op jullie gezonde verstand. Het recht zal zeker zegevieren.
je het zingen gehoord? Heb je het vuur gezien? De mensen gooien er van alles in. Al die gehate Duitse aanplukbiljetten. En ze zijn zo blij. Oh, de mensen zijn zo op straat. En we gaan een heel groot bevrijdingsfeest organiseren. En burgemeester Spijkerman, die zit bij Krijten in de kelder. En weet je wat ze zeggen? Hè? Zit hij eindelijk bij de ondergrondse?